Holy shit jongens, what up? Tof dat je hebt geklikt op deze video, mijn naam is Anko en vandaag ga ik jullie laten zien hoe de Codas ons gekilled heeft. Let's go! It's black and white. We zitten voor de clip die we weer terug hebben gevonden. Holy shit! Deze clip is al best wel oud. Dit is in het begin van Team FNL, hoe Team FNL is begonnen. Holy shit, Sam heeft deze clip weer teruggevonden. Want ten eerste, wij hadden het niet opgenomen. Ten tweede, die Fortnite replays en zo waren het toen volgens mij nog niet. Of nou ja, dat heeft hij sowieso al niet opgeslagen, want we zijn al 3 seizoenen verder. En holy shit, what the fuck. De Codas heeft ons gewoon toen gekilled en we hebben gewoon de clip terug. Holy shit jongens, we gaan er gewoon samen mee kijken, want ik weet nog precies hoe het ging. Kijk, daar gaat hij. Nee, dat was niemand van ons. Jawel, dat was Dylan. Kijk, daar komt Dylan. Dat is Dylan, die nu omhoog komt. En de Codas hem vol een pump in zijn hoofd geeft. Wat? 65 damage, holy shit. Dylan probeert weg te komen. Oh ja, dat weet ik nog. En dan gaat hij achter hem aan. Samen met zijn vriend. En dan had Dylan de code zijn vriend nog. Kijk. Bats, hots. En daar ging Dylan. FNL Games for Real. Toen zat Dylan nog bij ons. Holy shit, jongens. Wat tof om dit terug te zien. Knijters. Holy shit. En volgens mij had hij Sam toen ook nog met 3 kogels. En daar heb je Sam. Sam zat bij die loungepad. Holy shit. De Codas, jongens, heeft ons gewoon gekild. Kijk, 3 kogels en... Daar gaat Sam. Holy shit, jongens. Dit is echt insane. Deze clip, jongen, is echt zo goud. Is niet normaal. Wij helemaal te... Wow, what up? Wow, what the fuck, weet je wel? Holy shit, de Codas, jongens. Besef even, de Codas. Hij is fucking goed. Jongens, even serieus. Hier, nog even een keertje. Volle pump headshot, 65. Toen kon je nog dubbel pumpen. Ik was op dat moment niet in retail. Ik was op dat moment in Pleasant of zo. Want we gingen opsplitsen. Want we wouden zoveel mogelijk kills halen in een potje. En toevallig komt Sam dus samen met Dylan. Daar gaat Dylan weer. Gewoon de Codas tegen. En holy shit jongens. Ik moest hier wel even een video van maken. Jongens, besef even. De Codas. Hoeveel geluk moet je hebben? Het was gewoon de Codas jongens. Het was de Codas. Holy shit. De Codas, jongen. Misschien komen we nog meer mensen tegen. Hou onze streams dus in de gaten. Onze video's. Holy shit, jongens. Want wie weet komen we ooit een ninja tegen. Of weer de Codas. Het zou echt super insane zijn. Maar we hebben in elk geval nu een nieuw team. Nou ja, een nieuw team. Een andere team. Ook niet echt een ander. Het is niet veel veranderd. Guus, ik. Dylan. En Sam waren toen het team. Nu is het dus Guus, ik, Sam en Jonathan. Die is dus nieuw. Holy shit jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer. En ik zie jullie in de volgende video. Slash livestream jongens. Let's get it. Maar jongens, ik zal jullie nog 1 keer de gameplay laten zien vanaf de Codas zijn perspectief. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Bedankt voor de insane support de laatste tijd. Doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En jongens, dan zie ik jullie in de volgende video. / livestream, jongens. Laters. Yeah, I'm ready for him. I got one that was up by the launch pad. Nice.